Here's my version of it, internal whirlwind. Mijn naam is Bart Klink. Ik studeer bewegingswetenschappen, daar ben ik bijna klaar mee. En een paar jaar geleden ben ik van mijn geloof afgevallen en heb ik een website opgericht, www.atheist.nl. Ik ben een aantal jaar geleden, ik weet niet meer precies, ik denk een jaar of vier geleden, een website begonnen over mijn ongeloof. Ik ben toen van mijn geloof afgevallen en een tijdje had ik zoiets van ik wil graag mijn ideeën op een rijtje zetten. En ik ging op internet kijken of ik daar wat over kon vinden, over atheïsme in het Nederlands. En daar bleek heel weinig meer over te vinden te zijn. Dus toen dacht ik van waarom niet een website opzetten? Nou, dat heb ik destijds gedaan en sindsdien heb ik dat verder uitgebouwd. En het resultaat daarvan is te zien op www.atheist.nl. Ik wilde atheisme.nl doen, maar die was destijds gereserveerd door een aantal christenen. Die sluisten die website door. Atheisme.nl werd doorgesluist naar een christelijke website. Dus die domeinnaam die kon ik helaas niet kopen, dus heb ik maar de atheist gekozen. Wat is atheïsme? Een atheïst is iemand die niet gelooft dat goden bestaan. En ik zeg bewust het meervoud, want er zijn allerlei goden waarin mensen geloven of mensen geloofd hebben. Maar waarin een hoop mensen ook nu niet meer geloven. Want een moslim of een christen of een jood, dat zijn monotheïsten, die geloven maar in één god. En die geloven dus niet in het bestaan van Zeus, waarin de oude Grieken geloofden. Of Thor, waarin de oude Noren geloofden. Of Krishna, waarin een aantal hindoes geloven. Dus die geloven niet dat al die goden bestaan. Nou, het enige verschil was tussen mij en een monotheïst is dat ik geen uitzondering maak voor die laatste god. Dus ik geloof niet in al die goden waarin bijna niemand meer gelooft. En ook niet in die ene waar nog een hoop mensen wel in geloven. En wat is jouw doel met de website? Mensen voor te lichten over atheïsme. En wat mensen die geïnteresseerd zijn in de godsdienstfilosofie, de argumenten voor en tegen het bestaan van goden. Dit is de homepagina. Er zit een stukje over de veelgestelde vragen in. Met een kort antwoord daarop. Wat is bijvoorbeeld een veelgestelde vraag? Een veelgestelde vraag, het begin natuurlijk weer, wat is atheïsme? Zijn atheïsten antireligieus? Waarom wijzen atheïsten geloof in goden af? Is het leven niet zinloos als je niet in goden gelooft? Nou, dat zijn toch vragen die veel gelovigen hebben en waar ik hier kort een antwoord op probeer te geven. Als het om religie gaat, wat beangstigt jou nou het meeste daarin? Het meeste denk ik dat het mensen kan drijven tot letterlijk tot in de dood. Als je kijkt naar vooral ook weer nu moslimfundamentalisten. Dat zijn mensen die zich bereid zijn op te blazen omdat ze denken dat hun God dat van hen verlangt. En dat ze in een paradijs komen. Maar je hebt ook in Amerika wat christenfundamentalisten. Die bijvoorbeeld abortusartsen overhoop schieten. Met het idee dat ze daardoor ook een goede daad verrichten en verrichten wat hun God van hen verlangt. Er zijn bepaalde ontwikkelingen die wel in de gaten gehouden moeten worden, als moslim-extremisme dat opkomt. En die ur-creationisten die hun scheppingswetenschap, tussen aanhalingstekens, in de biologieboekjes van middelbare scholen willen hebben. En dat zijn toch wel zorgelijke ontwikkelingen die in de gaten moeten houden. En op wat voor manier zou dat in de gaten gehouden moeten worden? Nou, dat bijvoorbeeld dat soort opvattingen nooit in de biologieboekjes komen, want het is geen biologie wat die mensen bedrijven. Ook al denken ze dat zelf van wel. Er zijn nu steeds meer eigenlijk bewegingen, hè? Ze dus vinden dat religie veel te prominente plek inneemt in Nederland. Wat vind je daarvan? Er zijn bepaalde dingen die ik vrij onschuldig vind. Als bijvoorbeeld dat er op ons munt staat, God zij met ons nog steeds. Ja, ik vind het flauwekul, maar ik kan er nou niet wakker van liggen. Maar als het bijvoorbeeld om kwesties gaat, als een tijdje geleden over embryona onderzoek of abortus, euthanasie, dat soort kwesties waar politiek toch wel een rol speelt. En dat je partijen als het CDA en de ChristenUnie en de SGP hebben die daar een duidelijk religieus standpunt in hebben. En die mij hun eigen religieuze opvattingen eigenlijk proberen op te leggen door bijvoorbeeld euthanasie onmogelijk te maken of abortus te verbieden, dat soort kwesties. En dan strijk je mij wel tegen de haren in en dan op zo'n moment dan vind ik wel, dan moet je daar tegen ageren, zeg maar.
Denk je dat we in Nederland te tolerant zijn naar religies toe? De religie heeft een bepaald domein. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Er zijn bepaalde uitspraken die je wel mag doen op grond van religie en die je niet mag doen als je dat niet op religieuze gronden doet. En dat vind ik een kwalijke zaak. Ik vind iedereen is gelijk voor de wet en of je nou gelovig bent of niet, iedereen moet dezelfde dingen wel of niet kunnen zeggen. En dat is een onderscheid, of dat is een vorm van religie die ik verwerpelijk vind. En daar gaat de tolerantie te ver. Er wordt extra tolerantie aangemeten voor religieuze mensen als het ware. Maar iedereen moet kunnen geloven en bedrijven wat hij wil. Als mensen graag tegen bomen praten omdat ze geloven dat bomen terug kunnen praten, nou moeten ze dat vooral doen, dat vind ik geen enkel probleem. Ik denk dat die mensen dwalen, maar dat ze net zo goed dwalen als de mensen die geloven dat er een God in de hemel zit waar ze tegen kunnen praten. Maar ook dat vind ik, iedereen moet kunnen geloven en moet kunnen beleiden wat hij wil, zolang dat binnen de grenzen van de Nederlandse wet gebeurt. En zolang iedereen daar dezelfde rechten heeft. Hoe denk je dat gelovigen en niet-gelovigen het beste kunnen samenleven in Nederland? Ik denk wat heel erg belangrijk is dat de staat neutraal blijft daarin. Dat de staat niet een bepaalde positie gaat innemen over wat je wel en niet zou moeten geloven. Of over bepaalde opvattingen wel stimuleren, bepaalde opvattingen niet stimuleren. De staat is er om iedereen gelijk te houden. Iedereen de gelijke rechten en plichten te geven. En op die manier, als iedereen zich aan de Nederlandse wet houdt en de waarden van de Nederlandse democratische rechtsstaat onderschrijft, dan denk ik dat je er binnen prima van mening kunt verschillen met elkaar en dat het geen conflict op hoeft te leveren. Here's my version of it, internal whirlwind. Here's my version of it, internal whirlwind.